Yo, lieve gasten, en welkom bij een nieuwe video. Ik had vorig jaar hetzelfde soort video gemaakt, want ik ga namelijk vooruitblikken op wat voor Legends ik de volgende FIFA wil zien. Vorig jaar had ik in dan deze video gezegd dat ik heel veel Nederlanders erbij wilde hebben. Ronald Koeman, Jaap Stam. Maar ik ben erachter gekomen dat EA eigenlijk zoiets heeft van, weet je wat, we hebben genoeg Nederlanders in het spel. Heel veel aanvallers, Van Basten, Ruud van Nistelrooy, Kluivert, Bergkamp, noem maar op. Een paar verdedigers, Frank Rijkaard, De Boer, Edwin van der Sar op goal, Ruud Gillet op het middenveld. En volgens mij heb ik het dan allemaal, maar zijn we zoiets van, weet je wat, dan vinden we eigenlijk wel genoeg Nederlanders. Maar ja, oké, als dat jullie beslissing is. Maar nu zijn het dus vooral spelers uit andere landen. Net als vorig jaar heb ik niet zelf deze kaartjes gemaakt. Deze kaartjes zijn allemaal van mijn designer, Graphic Hunters. Hij maakt ook al mijn thumbnails. Hij maakt deze thumbnail. Hij heeft deze thumbnail gemaakt. En deze thumbnail, ja, eigenlijk bijna elke thumbnail die je op mijn kanaal ziet, heeft hij gemaakt. Maar hij doet nu ook een giveaway. Dan kan je misschien wat GFX winnen. Stel je met een beginnende YouTuber, wat dan ook. Dan laat ik even een tweet in de beschrijving achter. Die kan je retweeten. En dan maak je kans om dus gratis GFX te winnen. Dan gaan we naar de eerste speler toe en dat is Rogerio Ceni. En Rogerio Ceni is niet een hele goede legend. Ik heb een 85 gemaakt, ondanks dat zijn statistieken niet zo goed zijn als die van een 85 rated keeper. Maar EA doet volgens mij nooit echt aan lage legends. Want Lalas, die heb je nu, die Amerikaanse centerback, ja, die is 86. Dus die is volgens EA net zo goed als Frank de Boer. Maar dat was hij echt natuurlijk helemaal niet. Die speelde net in het MLS. Maar Rogerio Ceni is een best bekende keeper vroeger. Hij is nu inmiddels al gestopt. Ja, dat is logisch, anders zou hij geen legend zijn. Maar Rogerio Ceni staat bekend om zijn vrije trappen. Hij is volgens mij de keeper met de meeste doelpunten ooit gescoord. Hij nam voor zijn club Sao Paulo, waar hij zijn hele carrière bij heeft gespeeld, alle penalties. Hij nam bijna elke vrije trap. En die scoorde hij ook regelmatig. Vandaar dat het mij lach lijkt als ze hem toevoegen in het spel. Dan heb je een keeper die op zich nog redelijk goed is. Ik bedoel, 75 reflexen en 75 handling is niet het allerbeste. Maar dan heb je wel een lachen keeper met wie je vrije trappen en penalties kan nemen. En ze daadwerkelijk ook nog echt kan scoren. Over vrije trappen en het scoren daarvan gesproken. Ik was deze week bij FC Afkicken. Dat is een EK livestream die elke keer om 8 uur op YouTube is. Ik was daar voor een item in de boot. Ik moest vanaf de kant een bal in de boot schieten. Ik deed het tegen Bas Nijenhuis, die bekende scheidsrechter. Er staat een link van in de beschrijving. Moet je even kijken. Zwakke grappig. Want hey, ik wil niet zeggen dat ik beter ben dan Bas Nijhuis, maar dat schot van mij, dat was wel heel erg lekker. Dan de tweede legend, dat is een persoonlijk favoriet van mij, dat is Thierry Henry. Even voordat heel veel mensen gaan zeggen, ja Raoul, je moet eigenlijk Johan Cruijff ook wel erin doen. EA werkt altijd met bepaalde soort licenties. En ze moeten dus toestemming vragen aan de speler en een soort van overeenkomst, ja, tot een overeenkomst komen met die speler. Waarin hij zegt, oké, ik vind het prima als ik een legend ben voor jullie. Het is wel eens gebeurd dat Romario, die was vroeger een legend, uit het spel is gehaald. Omdat hij in de politiek ging werken in Brazilië. En daardoor wilde hij niet meer geassocieerd worden met FIFA. Omdat dat dan niet mocht volgens die regels van de politiek. Omdat politieke mensen in Brazilië niet op zo'n manier uit mogen komen. Ik weet niet precies hoe dat zit. Maar hij was toen uit het spel gehaald. En Johan Cruijff, die is dus overleden. Dat weet iedereen. Maar hoe graag ik hem ook in FIFA zou willen hebben, de kans is niet heel dat gebeurt. Hij heeft dus de afgelopen jaren nooit een bijeenkomst gehaald met EA. Terwijl EA waarschijnlijk zoiets dacht van, weet je wat, dat is een van de eerste mensen die wij benaderen. Maar er is er nooit iets uitgekomen. Dus zal die ook waarschijnlijk niet in FIFA 17 of later nog als legend terugkeren. Een speler die dat wel kan doen is Thierry Henry. Henry heb ik 92 rated gemaakt. En dat komt omdat hij echt wel van wereldklasse was. Maar nooit de wereld, ja, ik weet niet hoe je dat kan zeggen, wereldtop. Daar hoorde hij ook wel bij. Maar nooit, weet je wel, Messi Ronaldo status. Echt de beste van de wereld. Hij hoorde bij één van de beste. Maar was niet de beste. Ik vind 92 rated het wel oké. Als CF, 83 passing, 87 pace, 93 dribbling, 92 shooting en 94 physical. Hij zou waarschijnlijk ook 4-star skill moves hebben, 4-star weak foot. Een beetje zoals hij vroeger speelde op de voorgaande FIFA's. En Thierry Henry was echt een speler die ik altijd gebruikte op FIFA. Hij was voor mijn Road to Glories, was hij altijd de eerste speler die ik kocht. En dat was een soort van cultheld voor mijn kanaal vroeger. Dan een Argentijn, hoe kan het ook anders? Diego Milito. Hij is gestopt met spelen, maar de kans van deze speler is ook weer vrij klein dat hij erin komt. Jij moet altijd namelijk een jaartje wachten. Want ze beginnen natuurlijk al met FIFA 17 maken op het moment dat FIFA 16 uit is. Dus waarschijnlijk kiezen ze dan ook al de Legends. En aangezien Diego Milito dit jaar nog in FIFA zat en pas dit jaar is gestopt, is het misschien een beetje te laat om hem te verwerken in FIFA 17. Maar het zou dus heel goed kunnen zijn dat hij volgend jaar erin komt. Het is net als met Thierry Henry. Die zat dus wel in FIFA 15. Toen stopte hij. Zat dus niet in FIFA 16. Maar zou dus nu kunnen terugkeren naar FIFA 17. Hetzelfde gebeurde met Ryan Giggs. Zit nu in FIFA 16. Maar niet in 15. Omdat hij in 14 was gestopt. Ik hoop dat je mijn denkwijze snapt. Dat het misschien een beetje logisch is. En dat je dus begrijpt dat sommige spelers de kans nog heel klein is. Dat ze volgend jaar weer aanwezig gaan zijn in FIFA. Diego Milito heeft 83 pace. 85 dribbelen. 85 shooting. 85 fishing. Finishing heeft hij waarschijnlijk wel hoger. Hij is 88 rated, ondanks dat zijn kaartjes niet echt heel veel hoger zijn dan dat.
Maar je moet afgaan op de wereldtop. Hij heeft in 2010 heeft hij een superseizoen gedraaid. Heeft hij Inter geholpen naar de Champions League. En is op die manier misschien wel een soort van legend. En zijn in-game stats zullen heel hoog zijn. Hij zal hele hoge positioning hebben. Hele hoge finishing. Goede heading. Ja, ga ze maar door. En dan kom je uiteindelijk uit op zijn 88 rating. En ik zou hem natuurlijk heel veel gaan gebruiken. Dan, hoe kan het ook anders? Hij is officieel nog niet gestopt. Maar hij zit al zo lang zonder club. En iedereen wil hem toch eigenlijk zien in FIFA. Ronaldinho. Ik heb hem ook heel veel gebruikt toen hij nog in FIFA zat. FIFA 12, FIFA 13, FIFA 14. Oh, hij was zo ontzettend goed. En ik hoop dat hij terugkomt. 95 dribbelen. Misschien moet het zelfs nog hoger zijn. 83 pace. Omdat hij wel heel lang heel snel was. Maar op een gegeven moment verloor hij een beetje zijn controle daarover. Toen zakte dat heel snel in. Toen was hij niet zo heel snel meer. 88 shooting. Maar natuurlijk ziek goede vrije trappen. En longshots en finishing. 94 passing. En 68 physical, omdat hij wel heel behendig was en zo, maar niet de allersterkste. Alsnog, zijn balance zou waarschijnlijk zo ziek hoog zijn dat hij niet van de bal af te krijgen is. 5-star skill moves, omdat hij niet meer kan. Eigenlijk zou hij 10-star skill moves verdienen, maar goed. Als hij erin komt, zou hij zo ontzettend duur worden. Ik denk dat dat een speler is die duurder gaat worden dan Pelé, omdat Pelé bij heel veel oudere mensen bekend is. Maar ik heb bijvoorbeeld zelf nooit Pelé zien voetballen, dus... Maar Ronaldinho wel, en het was gewoon voor iedereen een voorbeeld vroeger. Dan, Nemanja Vidic, Manchester United legend. Er zit nog geen Servische speler in het spel. En als er een Servische speler in het spel zou moeten zitten als legend, dan is dat natuurlijk Vidic wel. 69 pace. Oké, ja, prima. 94 defending, klopt wel. Zo ontzettend goed bij Manchester United. 97 physical. Dat is dan waarschijnlijk zo'n stat van zo'n legend, omdat ze haast wel moeten. Want hij heeft niet heel veel stamina volgens mij. En andere stats zoals aggression. Ja, wacht, aggression zou heel hoog zijn. Strength zou heel hoog zijn. Stamina dus niet heel hoog, maar jumping ook wel hoog. Hij zou zo ontzettend goed zijn. Echt een tank achterin. Maar wederom weer een gevalletje van... Hè? Ik weet niet of hij dit jaar er al in gaat komen. Want hij zat dit jaar nog in FIFA. Ondanks dat hij halverwege is gestopt. Maar misschien is dat net te laat voor EA om te zeggen... Yo, weet je wat? We willen jou als legend in FIFA 17. Maar... Hey, dit was de video. Ik hoop dat jij reacties achterlaat met spelers die jij graag wil zien. Ben je het oneens met mij over sommige statistieken of wat dan ook? Laat dan even een reactie achter. En vergeet vooral niet die tweet van Graphic Hunters in de beschrijving te checken. Dan kan je kans maken op GFX. Ik hoop dat je de video leuk vond. Morgen komt er weer een nieuwe aflevering van Poker FIFA. We gaan de gym leader uitdagen. Een like is super awesome. Vergeet niet te abonneren. En vergeet ook niet dat filmpje van EK Daily te kijken. Joejoe!